Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken vrij veel wolken over Nederland. Af en toe valt er nog wat lichte neerslag uit, maar die neerslagkansen nemen geleidelijk wel af. En dan wordt het even op de meeste plaatsen droog. Hier en daar misschien een klein beetje zon in de ochtend, vooral in het noordoosten van het land. Nou verder is het over het algemeen bewolkt. Vanochtend de graad of 6, vanmiddag lopen de temperaturen op naar 7 tot 9, lokaal misschien 10 graden in het zuiden. Bewolking blijft overheersen, maar het is wel op de meeste plaatsen droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond begint het langzaam wat te regenen, vooral in het zuidwesten van het land. En die regen breidt zich in de nacht dan over de rest van het land uit. Temperaturen, de minima, worden al vroeg in de nacht bereikt en lopen uiteindelijk op naar 11 graden in de ochtend en morgen overdag naar 11 tot 13 graden. Het blijft bewolkt en ook een beetje regenachtig. In de middag zijn er ook wat droge perioden. En in de avond wordt het van het westen uit dan echt wat droger. Donderdag een droge dag, maar wel met veel wolkenvelden. Hoge temperaturen, extreem zacht, tot wel 15 graden in het zuiden van het land. Vrijdag en zaterdag is het ook zacht, maar niet meer zo extreem. Wel dubbele cijfers, af en toe een beetje zon en vrijdag nog een enkel spatje regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.